Hey, weet jij hoe je de background van een video verwijdert met CapCut? En CapCut, dat is een free video editor. Een gratis video editor. Een paar klikken en dat is gefixt. Ik leg het eruit. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. We gaan eerst CapCut downloaden en installeren. Je surft naar capcut.com. Je klikt op download voor Windows. En de installatiefile wordt in de folder Downloads geplaatst. Dubbelklik op de installatiefile. Agree with CapCut, dat vink je aan. En je klikt op Install Now. Na een kleine minuut is CapCut geïnstalleerd. En je klikt op Start Now. Er wordt nagekeken of je computer CapCut kan runnen. Voor mijn computer is dat geen probleem. Klik op Confirm en CapCut start op. Eerst nog een paar instellingen. Klik op het tandwieltje rechtsboven. Klik op Settings en de files van CapCut ga ik op een andere plaats zetten. Dat bepaalt je zelf. Anders staan ze bij C Users enzovoort. Zo'n heel ingewikkelde foldernaam. Klik op Save. Nu gaan we aan het verwijderen van een background beginnen. Klik op Start Creating. Sleep de videofile waar je de background van wilt verwijderen en de nieuwe background in de importzone. En sleep de video naar de tijdlijn. Ga naar Cut Out, rechtsboven. En selecteer Auto Cutout. Even verwerken en voilà, de background verwijdering in luttele seconden. Sleep de video één laag naar boven en zet de nieuwe background eronder. Pas de lengte van de background ook aan. Klik op play en je ziet het resultaat met de nieuwe background. Hey, heb je dat ook? Dat je een airdrop van je iPhone niet werkt? Of toch niet bij iedereen? Ik vind het een supergoed resultaat. Nu gaan we het resultaat exporteren. Klik op export rechtsboven. Wijzig de naam van de file, kies de folder voor het resultaat en we gaan voor een resolutie van 4K. Klik op export. Een paar seconden en het is klaar. Je kan het direct posten op YouTube of TikTok, dat gaan we niet doen. Klik op OK en je hebt een resultaat. Het resultaat heeft echter een CapCut watermerk. Ik zal u uitleggen hoe je dat oplost. We gaan een export maken zonder CapCut watermerk. Je opent CapCut opnieuw en je klikt op sign in. We gaan inloggen met TikTok. Klik op Sign in with TikTok en in dit scherm geef je CapCut de toegang tot je TikTok-account. En CapCut kan hierdoor wat gegevens van jou zien. Dat lees je maar eens. Klik op Toestaan en klik op CapCut openen, bovenaan. En je bent ingelogd op CapCut. Open de file die we gemaakt hebben. Klik op Export rechtsboven. Ik pas de naam van de file aan. De instellingen zijn nog hetzelfde. En niet vergeten, klik op Remove watermerk. Links. En daarna selecteer je export. En een paar seconden later, klaar. Je kan weer direct posten op YouTube of TikTok. Dat gaan we niet doen. Klik op OK. En het resultaat heeft nu geen CapCut watermerk meer. Probeer het zelf ook maar eens. Succes! Abonneren, delen en reageren!